besef goed van wat dat de kunstdiscipline is waarin je actief bent en wat dat die niet is. Andrej Tarkovsky is een Russische filmmaker, regisseur. Hij is begonnen met films maken, met films studeren, zeg maar, denk ik, in de jaren 50. En daartussen heeft hij dus al zijn werk gemaakt, dus pakt van vroege jaren 60 tot het jaar waar hij gestorven is. En het zotte is vooral, hij heeft gewoon een totaal nieuwe taal uitgevonden, zeg maar. En zijn films zijn, zeker toen als hij actief was, niet te vergelijken met iets anders dat je ooit hebt gezien. En ik denk, een van de chicste dingen is eigenlijk dat hij, terwijl je in een normale film zou je bijvoorbeeld iemand op straat kunnen tegen.